Het is woensdag 28 december 2016. Goedemiddag en welkom bij Nieuws 1. De afdeling voorlichting van de brandweer drukt de gemeenschap op het hart om voorzichtig om te gaan met vuurwerk. De vuurwerkperiode is op 27 december ingegaan, dat was dus gisteren. De afdeling voorlichting laat verder doorschemeren dat bij de verkoop van vuurwerk richtlijnen zijn vastgesteld door de brandweer. Laten we dat dan zo stellen. We hebben informatiesessies, maar ik kan alvast doorgeven aan de gemeenschap dat u de grootste controleur bent. Dus u heeft recht op de informatie om te weten dat een winkel die vuurwerk verkoopt voorzien moet zijn van minimaal 2 poederblussers, dus die brandblusapparaten. En in die zaak mag er geen dus kledingstukken worden verkocht nabij het geëtaleerde vuurwerk. En natuurlijk komt erbij kijken dat die winkelier niet mag verkopen aan minderjarigen, dus kinderen beneden de 16 jaar, laten we het zo stellen. En u moet ook nagaan als er een doelmatige in- en uitgang is. Dus u als consument heeft ook een taak in deze periode. Maar hoe zit het met, mag het gewoon zo? Nee, natuurlijk niet. Op tafel? Het vuurwerk ik verkoop vuurwerk. Nee. Dus het moet in een etalagekast zijn met een glas van minimaal 6 mm dik. En natuurlijk mag dus die ruimte niet als magazijn van vuurwerk worden gebruikt. Ja. Dus de dagvoorraad zou eigenlijk niet in die ruimte mogen zijn, maar elders. Dus dat zijn zaken waarop de consument ook de brandweer en de politie zou kunnen helpen. Ja. Is er ook een lijst van illegaal vuurwerk dat niet verkocht mag worden? We hebben dat elk jaar. Er is een lijst. Jullie gaan ermee komen? Dus die lijst is meer gebaseerd op namen, zoals Fishkiller, de Kronto, de Crazy Robot, you just name it. Maar we hebben een test uitgevoerd naar aanleiding van de statistieken van de spoedeisende hulp en andere wetenschappers. En we hebben ons niet laten misleiden door namen, maar we zijn gegaan voor de impact van zulke knalvuurwerksoorten. En er is een aanbevelingsrapport opgesteld en door gezonden naar de PG. Het is nu afwachten hoe dat wordt geïmplementeerd. Maar wij raden vanaf deze plaats knalvuurwerk af. We willen het ontmoedigen. Omdat ze hebben gezorgd voor letsels. Ja. Instanties die zich bezighouden met de bescherming van kinderen pleiten voor zwaardere straffen bij kindermisbruik. U hoort Lilian Ferrier van de Foundation for Human Development over deze kwestie. Ik heb in 3 commissies voor de zedenwetgeving gezeten om die aan te passen. En ik weet wat de maximale straf is. En dan doet het je pijn als een mannelijke rechter, waar dat duidelijk aangegeven is, bedoel die 13-jarige is zwanger, dat het een zedenzaak is en dan krijgt die meneer 2 jaar. Terwijl de straf die erop staat rustig tot meer dan 12 jaar kan gaan. En wanneer we de straffen niet gaan toepassen, zoals ze staan in het wetboek, dan houdt het op. We moeten inderdaad veel harder optreden. Ja. En die wetgeving is in place. Maar de rechters, en dan met name de mannelijke rechters, ik denk dat ze misschien niet eens beseffen wat de schade is van met name seksueel misbruik op lange termijn, als het niet aangepakt wordt. Tanaan, u hebt veel kritiek op mannelijke rechters, lijkt me zo. Ja, omdat wanneer ik de zaken lees en ik denk van ja, het is heel duidelijk. Ja, de 13-jarige is zwanger. Onze wet zegt tot een kind dat de leeftijd van 14 jaar nog niet heeft bereikt, dat moet je ambtelijk aanpakken. En dan krijgt die man 2 jaar. Ik bedoel, dat kan niet. Ja. Dus, en nogmaals, we hebben dat moeten aangeven omdat onze wetgeving conform de wetgeving in de CARICOM moest zijn. Nou, als iemand zich daar vergrijpt aan een kind, die krijgt rustig 15 en 18 jaar. Dus het is ook een wake-up call naar onze rechters. Van, ga je nou even verdiepen? Want je moet rekening houden met de schade die het kind aangedaan wordt. Het is niet alleen een lettertje van de wet. Nee, seksueel misbruik heeft heel vergaande consequenties. Minister Jennifer van Dijk-Silos zegt dat vanuit het ministerie van Justitie alles in gereedheid wordt gebracht om een paragraaf toe te voegen waarbij kindermisbruik duidelijk wordt vermeld. Er is in het wetboek van strafvordering geen onderscheid gemaakt tussen misdaden tegen volwassenen en misdaden tegen kinderen. En
dat is wat ik wil invoeren. Misdaden, paragraaf, misdaden tegen kinderen. En dat in dat paragraaf een zwaardere straffen zijn, een minimumstraffen genoemd zijn. Heb je een kind misbruikt? Ik zeg maar wat, minimaal 10 jaar, ik zeg maar iets, maximaal 40 jaar. Ik zeg maar iets zomaar hoor. Zodat die rechter gebonden is aan het minimum. En kan variëren, een strafmaat geven tussen minimum en maximum. Wat ik ook veranderd zou willen zien, in dat hoofdstuk, dus in dat hoofdstuk opgenomen zou willen zien, en tevens ook anders, laat me dat zo zeggen. Anders denkt men dat ik het hele wetboek van strafvordering wil veranderen. Nee, komt de paragraaf. En in dat hoofdstuk gaan we ook opnemen op welk moment is aangenomen dat bewezen is dat er misbruik is geweest. Tijdens de kerstdagen zijn 42 Pakistanen overleden door de consumptie van zelfgestookte alcohol. Dat meldde de politie gisteren. Ook moesten minstens 45 mensen worden behandeld wegens alcoholvergiftiging. De meeste mensen die ziek werden waren christen. De maker en aanbieder van de giftige drank is een van de doden, zegt de politie. Hij had de drank thuis gemaakt en verkocht het in kunststofzakken. Het komt regelmatig voor dat mensen in Pakistan overlijden door het drinken van giftige, zelfgestookte alcohol. Vaak gebeurt dat rond religieuze feesten. In maart stierven 40 mensen, onder wie voornamelijk Hindoes, na het drinken van zelfgemaakte alcohol in de aanloop naar het feest Holi. Voor moslims is het in Pakistan illegaal om alcohol te drinken en religieuze minderheidsgroepen hebben vergunningen nodig om alcohol officieel te kunnen kopen. De voormalige president van Argentinië, Cristina Fernández de Kirchner, wordt vervolgd voor ernstige delicten rond corruptie en ander misbruik van het publieke ambt. Dat heeft een rechter in het Zuid-Amerikaanse land bepaald. Argentijnse media melden gisteren dat de 63-jarige Fernández de Kirchner zich samen met 11 anderen voor de rechter moet verantwoorden wegens een illegale samenzwering die zich frauduleus bestuurd het doel stelde. Het strafrechtelijk onderzoek richt zich op mogelijk illegale toekenning door haar regering van overheidsopdrachten aan bepaalde ondernemers. Rechter Julian Ercolini heeft geld en goederen van de ex-president ter waarde van meer dan 615 miljoen euro laten bevriezen. Onder de beklaagden zijn ook ex-ministers en zakenmagnaat Larazo Baez. Fernández de Kirchner volgde in 2007 haar man Néstor Kirchner als president van het land op en regeerde tot eind 2015. Beiden zijn leiders geweest van de radicale vleugel van de peronistische beweging. Deze populistische stroming is ontstaan met het regime van dictator Juan Perón. In de Amerikaanse staat Tennessee zijn 6 gevangenen ontsnapt vanwege een gat achter een lekkende wc. Ze hebben de pot verwijderd waardoor ze naar buiten konden kruipen. 3 van de gevangenen konden later worden gepakt. De andere 3 zijn nog zoek. De mannen konden ontsnappen uit de Cook County Jail in Newport dankzij een kapotte wc. De bouten waren verroest en het was makkelijk om de toiletpot weg te halen. In het beton zat een gat waardoor de mannen naar hun vrijheid konden kruipen. Een van de voortvluchtige mannen, David Wayne Frazier, wordt als gevaarlijk gezien. Hij zat vast voor een gewapende overval. Dames en heren, we zijn gekomen aan het eind van deze Nieuws 1-uitzending. Bedankt voor uw aandacht en tot de volgende keer.